Goed, ik ben vandaag bij Amus, onderdeel van Amega in Dordrecht. Ik ben benieuwd. Hallo. Hi Tim. Aangenaam. Niels de Brake. Welkom bij ons bedrijf, Tim. En wat voor bedrijf is het precies? Ik denk iets met auto's, want ik zie veel auto's. Maar... Ja, wij verkopen auto's, maar eigenlijk zijn wij een mobiliteitsbedrijf. Okay. En dat wil zeggen, het zijn niet alleen auto's, nee. Wij doen een service aan de auto's. En wat wij hebben gedaan in ons bedrijf, dat is van bijzaken hoofdzaken maken. Okay. Dus je bent in onze prachtige showroom, en ja. Dat is wat de klanten altijd zien. Zeker. We hebben hier een prachtige werkplaats achter. Maar wij hebben ook bedrijven die verzekeringen verkopen. Okay. We hebben een bedrijf dat doet bedrijfswageninrichting. We hebben schadebedrijven. We zijn een automotive aanbieder in de breedste zin van het woord. Ja, klinkt goed. Ja. En als ik hier rondloop, kijk natuurlijk wat je zegt, je ziet meteen de auto's, maar jullie zijn eigenlijk veel meer dan dat. Ja. In de gehele breedte dus. Ja, absoluut. En wat doe jij precies? Nou, ik ben hier lang geleden begonnen, Tim, en daar zal ik je niet mee vermoeien. Hoe lang geleden? Als ik vraag maar. 26 jaar geleden, wow. Direct na mijn studie. Oh, 26 jaar, dan heb je heel veel mensen voorbij zien komen. Wat voor mensen werken hier allemaal? Jee, een heel groot gedeelte van ons bedrijf is monteur. Ja. Want een auto heeft nou een keer meer tijd nodig om aan te repareren dan om te verkopen. Een auto heeft ook vaker reparatie nodig of onderhoud. Mm-hmm. Dus heel veel monteurs. Maar eigenlijk in al die jaren, in de ontwikkeling van ons bedrijf, zie je ook heel andere functies in ons bedrijf komen. Naast monteurs, programmeurs, software developers, marketeers, ja. Projectmanagers. Dus er is best wel veel gebeurd. Het heeft ook te maken met de groei van het bedrijf. Ja. Hoe groter je wordt, hoe meer professionele support en hoe meer diverse functies je ook hebt. En als je kijkt naar, er zijn ook een paar elektrische auto's bij, zag ik. Ja. Want dat is natuurlijk een heel, niet nieuw, maar het is wel een relatief nieuw idee, zeg maar. Ja. Worden die mensen omgeschoold of haal je mensen bij? Nou, dat maakt voor de algemene functie natuurlijk niks uit. Als je financieel bij ons werkt, dan maakt het niet uit of de auto elektrisch is, nee. Of gewoon. Voor de monteurs, want daar doe jij denk ik op, dat weet ik wel zeker. Ja, dat wordt anders. Okay. Het is meer software. Het is minder sleutelen. Het is meer programmeren. Het is meer inrichten. Het is meer diagnose. Ja. Dus de competentie van de monteursgroep, die wijzigt. Ja, ik zou wel een kijkje willen nemen. In de werkplaats bedoel je? Ja, kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Dan als je naar de receptie zou willen lopen, naar de service, dat bordje daar. Daar kunnen ze je verder helpen. Oké, dankjewel. Groetjes. Fijne dag nog. Hoi. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey. Tim, mijn auto die heeft een beurt nodig. Ik heb hem geleend, maar het voelt wel alsof hij van mij is. Ja. Zou dat hier kunnen? Zeker. Zullen we gelijk in de werkplaats gaan? Ja, is goed. Kom verder. Yes. Oké, hier. Ja, dankjewel. Ja, succes. Yes, hoi. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zoek de bedrijfsleider / leider. Ja, dat ben ik. Tim. Hoi hey man, alles goed? Goed, Tim. Dit jouw is de werkplaats? Afdeling? Ja, zeker. De werkplaatschef hier. Leuk om hier te zijn. Wat voor bedrijf is dit? We zijn hier bij Van Mil. Van Mil is een onderdeel van Amega. Er vallen verschillende bedrijven onder, zoals Svenskars, Audi, etc. Welkom in de werkplaats. Ja. En jullie maken hier, ik zie Opels en Hyundai's. Ja, klopt inderdaad. Opel en Hyundai dealer zijn wij in de regio. Ja, dus is het leuk werk? Ja, zeker. Het is heel divers. De techniek is natuurlijk heel erg boeiend. Veel doorgroeimogelijkheden hier. Oké, dus je kan zeg maar hier beginnen, soort van onderaf en dan kun je hoog eindigen. Ja. Want, hoe is het voor jou gegaan? Ik ben zelf als leerling monteur begonnen. Ja. Dus eerst stage gelopen en toen doorgegroeid. En nu ben ik werkplaatschef, zeg maar. En hoeveel mensen heb je onder je nu op dit moment? 14 mensen heb ik onder me. 14 mensen? Monteurs. Hoe oud ben jij? Ik ben 28. 28. Ja. En hoeveel verdien jij precies op de euro en de cent na? Met euro bruto.
relaxed. Kan ik wat geld lenen eventueel na het eind van het gesprek? Super. Geen probleem. Dat is fijn, dat is goed te weten. Maar hoe is het om in... Want je werkt natuurlijk met veel mensen dan onder. Maar ja. Is de sfeer dan ook... is het ook lastig om zoveel mensen te sturen? Het is wel een uitdaging, zeker. Ja. En geen één dag is hetzelfde natuurlijk. Het loopt altijd anders als dat gepland is. Ja. Het is natuurlijk allemaal theoretisch gepland en in de praktijk blijven auto's. Dus ja. Er kan van alles gebeuren, zeg maar. En vanaf welke leeftijd kun je hier ongeveer instromen? Moet je dan BBL hebben gedaan? Je kan eigenlijk allebei. Allebei. Je hebt de booropleiding, dus dan ga je 4 dagen naar school. Mm-hmm. Je kan inderdaad ook BBL doen. Dus dan ga je s'avonds of overdag naar school en dan kom je de rest van de week kom je hier werken. En kunnen die makkelijk instromen? Die kunnen zeker makkelijk instromen. Ja. Nou ja, ze krijgen ook echt een kans. Ze krijgen zeker een kans, ja. En dan krijgen ze ook leuk betaald meteen. Uiteraard. Ja. Ja. School wordt betaald. Als school wordt betaald. Ja, mooi meegenomen. Ja, ja. Dus, En wat vind je nou echt het allerleukste hier? Ja. Naast de koffie en de pauzes? Dat is mijn functie. Ik ben werkplaatschef natuurlijk. Ik moet iedereen aansturen. Mm-hmm. Ik vind het heel erg leuk om mijn kennis over te dragen aan monteurs, zeg maar. Ja, ja. Zodat die ook kunnen groeien en dat je die op een gegeven moment kan zien groeien. Ja. En dat ze het oppakken, zeg maar. Dat vind ik heel erg leuk aan het doen. En wat is je eigen ambitie om nog te doen? Ik ben pas een jaartje werkplaatschef. Ja. Dus ik heb nog verschillende uitdagingen hier liggen. Okay. Met mijn leidinggevende wil ik eigenlijk wel groeien, zeg maar, op kwaliteit en we hebben elk jaar medewerkers tevredenheidsonderzoek. Mm-hmm. Vorig jaar hebben we een 8,7 gehaald. Wow. Dus dat is best wel hoog. Dat is super hoog. Zeg maar. Ja. Maar goed, het mooiste is natuurlijk een 10. Ja, maar dat kan niet. Dat moet je niet willen, man. Nee, 8,7 is prima. Nee joh, maar het moet een 10 zijn. Het moet een 10 zijn. Moet een 10 zijn. Van wie? Ja. Het kan altijd beter, hè? Ja, maar soms is goed ook goed genoeg. Ja, dat is waar. Ja. Fascinatie voor knopjes heb ik. Ik kan heel goed drukken op knopjes en dan ook weer loslaten dat er iets gebeurt en zo. Zou je het hier ergens kunnen doen? Ja, tuurlijk. Oh. Ik kan naar monteur Arnoud. Arnoud. Die kan het een en ander vertellen. Oh, ga ik daar even. Dankjewel, man. Okay. Later. Bye. Arnoud. Hi. Hey. Tim. Arnoud. Aangenaam. Je werkt hier? Ja. Of ben je gewoon toevallig bezig met deze auto? Nee, je weet het. Nee, deze auto heb ik al gewerkt. En wat is er mis met deze auto? Ja, bij deze heb ik de remblokken vervangen. Oké, okay, en alleen de wielen nog ophangen. En hoeveel van dit soort klussen doe je per dag? Nou, mijn klussen zijn heel verschillend. Kijk, okay. De remblokken vervangen, dat is één van mijn taken natuurlijk. Ja. Maar er zijn voor mij nog heel veel andere taken. Ja. En is het leuk om hier te werken? Absoluut. En wat is het leukste eraan, zeg maar? Voornamelijk de diversiteit. Diversiteit? Ja, dus dat je de ene keer een onderhoudsbeurt doet, de andere keer ben je bezig met een storing. Ja. Hoogvolt accu-reparatie. Ja. Je kan ze gek niet verzinnen of het doet. En hoeveel verschillende soorten Audi's heb je al bijvoorbeeld nu al behandeld of gemaakt? Of dat zijn er zoveel in die 14 jaar dat ik hier werk. 14 jaar werk je hier? Holy shit. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 30. 30? Dus ik ben nu op mijn 16e begonnen. Wauw. En ja, ik ben van... Eerste autotechnicus, doorgestroomd naar eerste autotechnicus. Toen ben ik doorgegaan naar diagnosetechnicus. Ja. Toen vond ik het leuk om ook nog een managementopleiding erbij te doen. Heb je ook nog gedaan? Die heb ik daarnaast ook gedaan, dus om eventueel ook weer door te kunnen stromen naar een stap hogerop. Werkplaatschefs of iets dergelijks. Kreeg je daar ook voor betaald toen je die opleiding deed? Ja, ja, alle opleidingen zijn betaald. Ja. En ook de tijd die ik daarin gestoken heb overdag. Alleen de avonduren voor mij, die werden dan niet betaald. Ja, nee. Dat was in mijn eigen tijd. Ja, dat is logisch natuurlijk. Maar wel relaxed. Dat is wel een heel fijne manier, lijkt mij, om ergens binnen te komen. Omdat je dan, je krijgt de ruimte, je krijgt de tijd en ze betalen het ook nog. Ja. Dat is wel heel fijn. Ja, juist om door te stromen. En daarnaast heb ik natuurlijk ook nog een hele hoop trainingen gehad bij CON, onze importeur. Mm-hmm. En dat is echt merkspecifiek. Okay. En daardoor ben ik dus ook doorgestroomd naar hoogvolttechnicus. Ja. Dus daar mag ik ook aan elektrische auto's sleutelen. Want dat is natuurlijk best wel een soort nieuw, kun je niet meer zeggen nu, maar het is wel een segment wat redelijk fris is nog. Ja, ja, om überhaupt zo'n auto te mogen vrijschakelen, dan moet je dus al... Vrijschakelen, wat betekent dat? Ja, dus eigenlijk de hoogspanning van de auto afhalen. Oh zo. Dat je veilig kan werken aan de auto. Want hoeveel volt staat er op? Dat verschilt een beetje tussen de 350 en de 400 volt. Ja, dat zijn wel dodelijke... Dat is geen goed idee. Nee, dan moet je niet tegenaan pissen, zeg maar. Dat is gewoon een slecht idee, En zijn er nu allemaal... Hoeveel jongeren, hoeveel gastjes van 18 lopen hier nu rond die leeftijd? Op dit moment hebben we een aantal leerlingjongens lopen. Mm-hmm. Die zijn dus bezig met de eerste autotechnicus. Ja. Daar ben ik ook leermeester voor, samen met het werkplaatschef hier. Weet je. En die jongens proberen zo goed mogelijk op te leiden ja. Om ook
een deel van mijn taken over te nemen, want ik kan niet alles alleen. Nee, want ik bedoel, is natuurlijk gewoon, weet je, ene keer zal er meer werk zijn dan de andere keer, ja. Lijkt mij. Hè. Het ligt gewoon aan hoeveel oud ze te zijn natuurlijk. Ja. Maar wel tof, want je bent hier zelf eigenlijk een soort van ingegroeid. Ja. Hier ben jij opgeleid en nu leid jij hun deels. Klopt, ik ben ook helemaal vanaf nul begonnen, zoals ook die jongens hier begonnen zijn. Ja, leuk. Ja, dat maakt het juist leuk. En ja, hiernaast hebben we nog een leerlingmonteur lopen. Misschien is het een leuk idee om Nou, dan ga ik even kijken. Thanks man, werk ze nog. Ja, graag gedaan. Later hè. Hoi. Hey, goeiedag Tim. Hey. Aangenaam. Wat ben je aan het doen? Een beetje aan autosleutelen, repareren. Wat was er kapot aan deze? De fiancebak is kapot. Oeh, dat is best wel een ding volgens mij. Ja, klopt. Dat is wel een klusje. Want hoe lang ben je ermee bezig met een versnellingsbak ongeveer? Ongeveer met eraf halen ben je 2 uurtjes bezig. 2 uur? Wow. Ja. En dan bij deze is de inventor is die kapot. Dus de tandwielen en het lagertje zijn allemaal kapot. Oké. Okay. Die halen we dan in de werkplaats helemaal uit elkaar. Ja. Vangen we allemaal, zetten we terug in elkaar. En dan gaan we weer naar buiten. Hoe oud ben jij? 21. En hoe lang doe je dit werk al? Sinds dat ik op school zit, dus nou 3 jaar. Wauw, ik kan me goed voorstellen dat je gewoon hier zo in de zaak echt super veel leert. Omdat je allemaal verschillende soorten auto's krijgt. Ja, zeker. Je krijgt van alles krijg je mee te maken. Elke dag is ook weer anders en een ander probleem. En is het zo, want ben jij ook zeg maar, via school en dan in combinatie met het werk hier werken? Ik heb dan 1 dag in de week school en dan werk ik 4 dagen op de zaak. Oké. Okay. En dan ook, hebben we ook cursussen na school en na werktijd. Maar dan krijg je dus gewoon eigenlijk betaald? Tijdens het werken. Dat is best wel relaxed. Jazeker. Want heel veel mensen van jouw leeftijd, die krijgen waarschijnlijk nog niet betaald. Nee, die zitten dan heel de week op school. En ik zit dan iedere dag in de week. Dat is best wel fijn lijkt mij. Jazeker, dat is heel leuk fijn. Jouw week gaat ook lekker heel snel. Ja, want je bent natuurlijk super druk bezig hier zo. Ja, elke dag vliegt voorbij eigenlijk. En wat vind jij zelf het allerleukste om te doen hier? Zeg maar de auto repareren en het allerleukste om te zien is de auto dat hij weer heel naar buiten gaat. Ja. Gerepareerd en al. Want ik neem aan, het is wel heel fijn, want je weet precies wat het probleem is natuurlijk. Ja, je gaat eerst onderzoeken wat het probleem is. Je gaat eerst zoeken. Ja. En dan kom je wel eens wat tegen. Dus, en dan maak je een werkorder aan, schrijf alles op. Ja. En dan gaan we naar de klant bellen. Hoe wat. En met hoeveel collega's werk je hier ongeveer? 14. 12 man. Oh, dat is best veel. Ja. Maar hoe oud moet je zijn om hier te werken? Vanaf 16 keer hier al werken. 16 is echt wel jong. Ja, dat klopt. Cool. En wat kan ik nog iets doen? We kunnen een proefritje maken met de auto, die ik net heb afgerond. Deze? Ja. Is goed? Ja, kom. Oké. Okay. Nou goed, ik ga samen met de Joep even een testritje maken. Is het nou iets voor jou? Ga even naar de site, daar zit alle informatie. Kun je alle mogelijkheden checken en ik ga proberen heel rustig nu hier overheen te rijden. Hoi.